Want Jean, ga je mee wandelen? Hè? Gaan even wandelen. Door de wijk. Even een avondwandeling. Jij slaat rechtsaf. Kom. Ga je mee? Even de kat uitlaten, jongens. Wat ook gebeuren. Ja, die loopt lekker mee. Door de regenplasjes. Lekker, Jean. Ja. Kom maar, pas je op voor de auto. Zo, er komt een scooter aan. Pas je op. Ik kan niet je laatste beeld hebben. Goed zo. Goed gedaan, Gino. Kom maar. Daar gaan we. Lekker door de wijk. Kom maar. Goed zo. Ga maar. Ja, maar je kan niet helemaal meelopen. We gaan ook over de auto weg. Toch een beetje eng hoor, dit mensen. Die auto's. Ja, we laten toch altijd alleen lopen. Snuffelen, hè? Ik kan wel zwemmen als ik een hondje heb. Maar dan heb ik een lijn vast in het begin. Kom maar, Jean. Gino, kom. Nee, ik ga een ander paardje nemen. Die is afgeleid. Hij heeft ook een beetje autisme en ADHD. Dus hij is snel afgeleid. Ik ga even lekker wandeling maken. Zo zien we hem nog steeds achter me loopt, zie je hem. Je ziet hem niet, hè? Maar hij zie je ook niet meer inmiddels. Oh ja, daar ben ik. Waar zie je hem, Gino? Je ziet hem lopen achter me. Dat is voor mij een schaduw. Lekker creepy scene is dit. De stem slaat ook af en toe over, een beetje hoesterig. Maar goed, een even lekkere avondwandeling. Er zijn mensen in de tuin. Mensen zullen wel denken dat ze die daar te doen. De kat in de tuin. Maar daar moet je voor oppassen, Gino, of auto's en scooters. Dus als jij ook aan dood gegaan, wil ik niet met je meemaken hoor. Ga je mee? Kom. Hallo. Gino. Kom. Dan zal ik denken, ze is nou zijn kat aan het uitlaten, die ziet Gino ook zitten. Gino achtervolgt hem nog steeds hoor. Zie je die oogjes? Ja. Ja, maar ik ga niet weg. Ik ga in mijn rondje lopen. Komt de auto, Jean, pas je op. Ja, je bent goed schrikachtig van auto's, dat is goed. Ja. Ja, poep, kom. Nou, ik wil eigenlijk het viaduct onder. Want Gino zo meeloopt, durf ik dat eigenlijk niet. Zo staat hij ook de auto dicht op of wat dan ook. Dus ik loop maar terug. Kom ik Gino wel weer tegen. Loopt nog steeds achter me. Echt heel leuk. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, zolang ik hem heb. Zo, flinke PK. Hoor je even voorbij komen. Nou, dit is Soeburg. Kruising. Daar hebben ze rotonde gemaakt, verderop. Ik weet niet of het kan zien, maar... Daar is nu een rotonde. Was heel lang dicht deze wegen. Maar nu kan je lekker doorcrossen. En de rotonde nemen naar de snelweg 58. Ik ga weer teruglopen en dan ga ik lekker gamen. Kan je Gino tegenkomen? Ja hoor, daar staat hij. Hoi Gino. Hoi. Ben je er nog? Gaan we weer terug? Ja. Ga ik hem rennen? Ik ben altijd bang dat ik hem verlaat. Ik vind het ook verschrikkelijk als ik een weekend wegga. Als terugkom is hij helemaal blij en dan is hij constant aandacht aan het vragen. And I'm feeling good. I'm feeling good.
Maar ja, ik moet ook wel eens weg. En ik laat hem nooit zonder brokken en eten achter en drinken en schone kattenbakken. Dus heeft niks te klagen. Er staat hier een auto midden op de weg. Vond ik erg interessant wat ik aan het doen was. Beetje raar, ik heb het dan wel aan het doen is, maar... En bijna thuis. Gino paradeert vrolijk voorop. Is heel waakzaam en alert voor auto's en scooters. En andere honden. Ik ook, trouwens. Oh, Gino. Oh, jeetje. Verschrikkelijk. Ik zou te schrikken. Gino, wat doe je nou? Je laat de auto als geschrikken. Mij ook. Dat moet je niet doen voor die auto springen. Gekkerd. Hé, hey, kom eens. Dat moet je niet doen. Hé. Hey. Op de stoep blijven. Ging net goed hoor. Ik word er helemaal vier achter weg. Dat je niet ziet. Want het ligt voor mijn hart dit. Hoi. Daar zijn we weer. Kom. Mijn handdoek om. Blijf je buiten. Ik ga aan de koffie. Wil je een beetje koffie drinken, Gino? Ja, je weet ons huis wel hè. Kijken of je de deur kan vinden. Ga met je mee. Dan laat jij ons maar naar huis toe. Hè? Ja. Ga mee, Jean, naar binnen. Mag je koffie drinken? Daar gaan we. Ja. Zo, daar zijn we weer. Hè? Ja, dat was een heel avontuur. Zo voor de auto springen. Wat doe je daar? Ik ga je pakken. Ik ga je pakken. Ja. Ga je wakker. Nee, Alpien, ga maar lekker liggen. Zit je te kijken? Hè? Huh? Ook zo'n pannenkoekje. Een lekker stukje pannenkoek. Hè? Huh? Kom maar. Gino. Kom dan. Ja. Zeg maar, dag tegen de kijkers, want dit is het laatste filmpje. Ja, hier loopt ook al weg. Dank voor het kijken. Doei. Zeg maar, dag tegen de kijkers, gordijntjes dicht.